Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met een positieve bericht van 10 februari. En wij zijn vandaag een 54-9 dag. Dat is een zachte voltooiing. Je kan gewoon even goed zien hoe jouw basis erbij staat. En misschien denk je wel van, oh, het gaat allemaal heel goed, wat fijn. Ik zit lekker in mijn vel, kan die energie mooi aan. Misschien dat we wat zonneschijn krijgen. Als ik Marion de Hond vanmorgen, woensdagmorgen, heb gehoord, dan moet er een front zijn wat lekker naar de Alpen gaat. En waardoor wij vrijdag, donderdag, vrijdag, weer iets van die zon te zien krijgen. Ja, want die is toch echt heel erg aanwezig. Let goed op jullie vitamines, lieve mensen. Sommige mensen denken, ik eet gezond en ik hoef geen vitamines. Nou, als je naar het groente en fruit kijkt, wat nu aangeboden wordt, dat is triest. Dat is echt triest. Dus doe jezelf, je lichaam en je energie en plezier. En zorg ervoor dat je een basis hoeveelheid aan vitamines neemt. En ik wil geen discussie op mijn YouTube hieronder, ook niet op mijn groep. Jij neemt de vitamines waarvan jij denkt dat ze goed zijn. Het mooiste is dat je natuurlijke vitamines neemt, maar neem vitamines, dat is belangrijk. Vitamine C, vitamine C1000, hè? In ieder geval. Een goede multivitamine met mineralen. En dan zeker ook vitamine D3, want we hebben de allergrijste winter die we ooit hebben gehad. Er wordt niet zoveel over gesproken, maar hierdoor, doordat er echt continu bijna een wolkendek over ons heen ligt, krijgen wij echt tekorten aan vitamine D3. Dat kunnen we niet opnemen. Dus vitamine D3, heel belangrijk. Heb je een energieboost nodig? Kijk dan ook eens even naar vitamine B12 tekort. Maar dat duurt echt 2 maanden voordat je dat weer hebt opgebouwd. En dat zijn soms hele subtiele dingen. Dus kijk ook naar die vitamine B12. Als je extra energie nodig bent, kan je ook magnesium nemen. Ook een hele belangrijke. Kan je op verschillende manieren nemen. Kan je innemen, maar kan je ook als een gel kan je dat nemen. Of je neemt een voetbad. Dat door de voeten heen, je hoeft het niet altijd in te nemen, hè? Als een pilletje. Je kan het ook op andere manieren. Vitamine B12 is een spray of een zuigtabletje. Dus het is ook belangrijk om te zien hoe neem je het in welke vorm. Let bij, ik ben niet van de visproducten, zoals jullie dat weten. Ik hou van vis en ik vind vis ook heel lekker. Daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat de zeeën zo vervuild zijn. En water neemt heel makkelijk de boodschap aan die wij eraan geven. Ja, lust jij dus nu nog vis? Want wat zwemt er in de zee? Ook het Keltische zeezout? Of ander zeezout? Maar, jongens, denk daarover na. Wees je bewust wat je eet, wat je tot je neemt. En als jij voor jezelf denkt dat het goed is, dan moet je dat gewoon doen. Maar wees je bewust wat je eet, waar het vandaan gekomen is. Als jij echt een milieuactivist bent, dan ga je ook goed kijken, waar komt mijn groente en fruit, vis of vlees vandaan? Heeft het de hele wereld over gereisd? Of is het binnen de grenzen van Europa gevangen, geslacht, geoogst? Maakt niet uit wat. Dus kijk daarna, hoe dichter bij huis, hoe beter het is en hoe beter het ook afgestemd is op jouw energie. Goed. Genieten, vrij van zorgen, vrij van geest en vrij in beweging. In de zonnestralen van de dag kan ik vreugde voelen en toelaten in het diepste van mijn ziel. 1 moment van geluk is waardevoller dan ieder moment van verdriet. Uit het hoop boekje. Je kan deze kaarten ook op de webshop bekijken, helemaal gratis, en dan kan je ze ook lezen. Ik wens jullie een prachtige dag en pas goed op jezelf. Dag lieve mensen.